Ja, nou, je hebt toch iets aparts. Ja. Mercedes? Een echte. Nou ja, een echte is natuurlijk de Goldwing, of Silverwing, hoe weet ik hoe zo'n ding heet. Was dat nou een Goldwing van Honda? Nou, dit is een Mercedes. Echt. Oud beestje al. Oud beestje. Een geweldig ding. Maar hij rende ook niet meer. Dus ik kan even maken. Ik heb weer rem. Ik heb weer rem. Oeh. Dan kijkt hij ook nog rijdt. Start. Staat hij ook nog? Ha, ook nog. Gaat hij ook achteruit? Ja, hij gaat ook achteruit. Zo. Hier hebben we dan toch een auto. Dat is geld waard. Niet te zoeken neer, dat mag ook. Ik ga er ook even mee rijden, want het moet. Loopt ook wel aardig. Jeetje, mina zeg. Dat is werken met zo'n auto. Ja, dat is een eentje uit 1964 of zo. Nee, Goldwing, Silverwing, dat is die met die vleugeldeuren. Die zijn heel veel centjes waard. Deze ook wel aardig wat waard. Ja, het blijft met dubbele Weber-carburateurs. Remt ook nog. Nou. Even kijken hoor. Ja. Dan zie je dat hij weinig benzine heeft. Door je pop. Trek één kant. Zo. Zie je ook dat het wel eens fout gaat. Gaat ook wel eens fout, hè? Nou, dat wordt even stoeien. Even dat wiel er dus dadelijk afhalen. Of het leuk is? Ja, het is, is het heel erg koud nu. Zo. Is echt niet goed. Of de linkerkant, of de rechterkant, die staat vast. Eigenlijk vermoed. Alex. Ja, die deur ging gewoon open. Zit niet helemaal op. Schrik je toch even hoor. Dat heb je al weken. Dat ding staat jarenlang stil en dan, ja, dat is gewoon niet goed. Nou, we kijken wat je doet op de testkast. Ook doen aan de auto hoor. Dat gaat helemaal goed komen. Nou. Kijk eens even. Nou, dit is gewoon goed. Is het goed? Echt gewoon goed. Handrem, hier zo. Handrem. Is ook goed. Nou gaat het voor gebeuren. Ja. Deur, die kreeg ook. Dat is niet goed. Ik ben echt blij dat er niet veel aan. Nou ja, we gaan kijken wat er voor gebeurt. Want voor moet het niet goed zijn. Ja. Kijk, dit heb je het al.
hele tijd. Of je iets harder doorgetrapt. Kant op. Grappig hoor, nou ik ga hem even uitzetten.